En als je hier dan zo 's avonds of 's nachts rijdt en je ziet die vliegtuigen staan, je ziet die baanverlichting, ja, dan is het toch een magische plek om hier te mogen werken. Ik wens jullie allemaal heel veel succes, veel plezier, let op je veiligheid en we kunnen starten. Mijn naam is Christian en normaal heb ik een kantoorbaan bij Schiphol, maar ik ben daarnaast ook ijsbeer. En vanavond hebben we hier een nachttraining met de sneeuwvloot op Schiphol. We doen vanavond een nachttraining hier op Schiphol met de ijsberen. En dat doen we om te zorgen dat er zo min mogelijk hinder is voor de vliegtuigen die opstijgen en landen. Dat zijn er 's nachts minder, dus dan kunnen we mooi oefenen. Vanavond trainen we met elkaar dat we in de juiste volgorde rijden. Je moet je positie kennen, je moet precies weten eigenlijk wat je moet doen met de hele groep. Daarnaast zit er een stukje communicatie bij. Bij de training is er geen echte sneeuw, maar het is uiteraard belangrijk dat we trainen voor het moment dat er wel sneeuw ligt. Toevallig is het vandaag wel slecht weer, dus misschien hebben we wat water weg te vegen van de baan. Er wordt gezegd dat we moeten uitklappen over links. Nou, ik heb hier de juiste zaak ingesteld. Ik doe hem over links. En naast het bord zien we aan de achterkant dan dat de bezem wordt uitgeklapt. Je gaat uiteindelijk in kolonnen rijden, hoe we dat noemen, of in een soort van dakpansgewijs. Een voertuig heeft een bepaalde breedte, een landingsbaan is veel breder. En dan zorgen we ervoor dat we de hele landingsbaan in de volle breedte schoonvegen. We rijden nu op de buitenvelderbaan en we zijn bijna aan het eind van de baan. Dus dan gaan we onze route vervolgen richting de Oostbaan. Een donker stuk op Schiphol, weinig lampjes. Dus gewoon je voorganger volgen en dan komt het allemaal goed. Ik ben al voor het 5e jaar op rij ijsbeer. En ik ben zelfs een keer opgeroepen als ijsbeer in de nacht. 8 uur lang achter elkaar, dat is ook wel heel vermoeiend. Maar het geeft zo'n kick als je dan met elkaar ziet dat je, wat je voor elkaar krijgt. Dat er vliegtuigen klaarstaan om te opstijgen en te landen. En dat je dan ervoor zorgt dat die baan vrij is van sneeuw en ijs. En dat het vliegverkeer niet gehinderd wordt. En dan zie je ook nu met zo'n nachttraining hoe waardevol het is om in het donker te trainen. Hier staat sneeuwvloot 2 te wachten. Zij maken de taxibanen schoon. En ik rijd nu in sneeuwvloot 1 en wij doen de landingsbanen. Het is hartstikke leuk om ijsbeer te zijn, omdat je dan in deze gave vrachtwagens mag rondrijden. En je ziet nog eens wat van de operatie, je komt buiten, je leert veel nieuwe collega's kennen. En dat vind ik het leuke aan ijsbeer zijn.